Ali, stuur snel. Draai. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Ik heb vakantie en ik ga samen met mijn zussen Rosanna en Alisa gaan we 2 dagen naar Giethoorn. We zijn hier net aangekomen. Het was echt 3 uur rijden volgens mij. Het is nu 10 uur. Het is echt nog super rustig hier. We hebben vanaf 10:30 ons bootje gehuurd. We gaan eigenlijk bijna de hele dag varen vandaag. Alleen we zijn nu nog op zoek naar bootjesverhuur. We kunnen het niet vinden. Want je kan hier natuurlijk ook niet met de auto komen. Alleen we hebben toch nog 1/2 uur, want volgens mij is het nu 10 uur. Nou, Alisa is erbij gaan liggen. We hebben hier trouwens de route. En Rosanna is nu aan het varen en we varen in een of ander weiland. Maar we vinden het hier niet echt heel mooi. Het is wel mooi, maar we varen al best wel lang hier. En waarschijnlijk duurt het ook nog wel even. En we willen gewoon in de Giethoorn varen. Maar ja, ik heb ook geen idee waar we zijn, maar volgens mij weet Alisa dat wel. Oh, nee, Roos. Oh. Ik ga het gewoon even ergens zitten. Ja. Oké, okay, nee. Het gaat echt net. Ik ben nu aan het sturen. Oh, help. Rosanna gaat staan. Oh. Ik vind het echt heel eng. Want je moet dus, als je naar links wil. Nee, doe niet. Als je naar links wil, moet je naar rechts sturen. Oh, let op. Dus ik kan het niet echt heel goed. Oh. Het gaat een beetje fout. We hebben de boot hier aan een paal gelegd. Ik hoop dat hij blijft zitten. Ik heb hier een knoop in gemaakt. Het is helemaal niet echt stevig. Maar ja. Ik hoop dat het blijft zitten. Ze drijft ineens een boot voorbij. Maar wij gaan even een terrasje zoeken. Wij gaan even lekker lunchen hier. Bij een heel schattig terrasje. Aangekomen bij het hotel. Volgens mij is het Van der Valk Hotel Wolvenga, als ik het goed zeg. En we gaan nu naar binnen. We gaan even inchecken en al onze spullen daar brengen. Nou, we zijn in het hotel. Ik ben net al wel heel even binnen geweest. Ik heb hier de pas en ik ga even de camera aan jullie laten zien. Oké, als het goed is moet je dit gewoon hier naar voren houden. Ja, bij de set. Nou, hier kom je binnen. Dan heb je hier... Dit is de wc, niet zo bijzonder. Hier is de badkamer. Een bad. En een douche. Spiegel. Dan heb je hier 2 bedden. En je hebt hier nog een apart kamertje. Ook met 2 bedden. Dus 1 iemand van ons mag daar op die kamer gaan slapen. Wie wil? Rosanna, jij? Met z'n 3 op ja. Bed? Nee, want niemand gaat daar slapen. We gaan gewoon met z'n 3 hier. Nee, ik ga echt niet. Nee, echt niet. Oké, nou, we hebben hier trouwens ook nog een soort balkon. Alleen hij loopt wel helemaal door. Dus je kan lekker bij andere mensen naar binnen gluren. Nee, een grapje. Dat is best wel leuk. Kijk, daar staat onze auto. Super schattig. Is hij goed gekeurd? Zeker weten. Ja, echt een leuke kamer. Wij gaan zo meteen eten hier beneden, maar we zijn heel even het hotel aan het verkennen. En we lopen nu ergens, ik heb geen idee waar. We moeten eigenlijk naar beneden, maar we moeten nog even wachten op Rosanna, die is natuurlijk nog niet klaar. Maar we lopen nu dus boven ergens. Zo'n klein beetje op, maar dit is het hoofdgerecht.
super lekker. Oh, het is echt ijskoud. Ik sta nu onder dat ding. Ik heb geen idee hoe het heet. Iets met watertoren of zo, als dat kan. Kijk, ik zal het even aan de buitenkant laten zien. Hier zie je echt nog niks. Het ziet er wel schattig uit hier. Heel cute. Wij gaan even lekker ontbijten. Het is vandaag donderdag, de tweede dag. Wij zitten nu lekker te ontbijten hier. En het is volgens mij echt al 10 uur. We hebben alleen nog echt geen idee wat we gaan doen vandaag. Dus dat gaan we nog heel even uitzoeken. Wij zijn net in Elburg aangekomen. Het is echt een super schattig stadje. Ik weet trouwens niet of het een dorp of een stad is, maar het is wel echt heel schattig. En ik ben hier dus precies een jaar geleden ook geweest. En als het goed is heb ik dat ook gevlogd. Volgens mij was er vroeger op deze plek een Joodse synagoge hier. Hier staat een poort en daarboven staan Chinese letters. Chinese letters? Ik bedoel natuurlijk Hebreeuwse letters. Want dat kan ik me nog herinneren. Dat is ook echt precies een jaar geleden in mijn vakantie. Toen waren we op vakantie in Nunspeet. En nu zijn we hier dus ook heen gegaan. We lopen nu in Arnhem en ik zei net dat we naar een stadje gingen, maar het is best wel een grote stad. Het is ook echt heel druk. We hebben ook al wat leuke dingetjes gekocht. Ja. Wij gaan weer terug. We staan hier bij het parkeergarage. En we staan dus geparkeerd op de 9e verdieping, want er was eerder geen plek. Het is echt super hoog. Het is ook echt niet leuk. We moeten daar nu nog wel uit zien te komen. Wij hebben even lekker onze Starbucks en we gaan nu naar huis rijden, maar ik denk dat we onderweg nog wel even iets gaan eten. We zijn per ongeluk bij de McDonald's beland. Per ongeluk. Nou, niet heel per ongeluk, maar het is wel heel leuk. Wij zijn inmiddels alweer thuis. We hebben 2 ontzettend leuke dagen gehad. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende vlog. Doei!